Na het jaar 2023 dynamisch en met trots te hebben afgesloten, kijkt de Staatsoliemaatschappij Suriname NV naar een vruchtbaar 2024. Staatsoliedirecteur Anand Jagisser zegt aan onze redactie dat de oliemaatschappij op het spoor is voor de volgende grote sprong. Deze is gestoeld op de solide basis van de bestaande activiteiten en de materiële mogelijkheden van de offshore. Daarnaast heeft Staatsolie nog meer projecten die zij voor 2024 voor de boeg heeft, onderstreept Jagisser. Ja, dus een van de mooie projecten die we willen doen is een solar plantbouw, een grote, 30 megawatt. Moet je eerlijk zeggen, we zijn een klein beetje verbaasd met het feit dat er oppositie kwam daartegen, omdat het eigenlijk een heel goed project is om de kosten te drukken van die elektriciteitssector. Maar we zijn goed gestemd, dus ik denk dat de overheid wel gaat instemmen en ons goedkeuring gaat geven en dan gaan we het bouwen. En dan hebben we solar in Suriname. Je weet, in de wereld is nu alles climate change, dus clean energy. De solar is clean energy. En wat belangrijk is bij dit solar project, is dat we leren omgaan met solar. Omdat solar is wat men noemt intermittent. Als er een wolkje komt voor de zon, dan is er ineens minder stroom. U wil niet dat uw licht uitvalt thuis als er minder stroom is. Dus wij gaan dan moeten leren hoe we dan met andere bronnen dat gaan bijspijkeren. En dat is een leerproces dat erg belangrijk is. Volgens Jagisser zal Staatsolie hard moeten werken naar de afspraken die gemaakt zijn met Total Energy. Met het bedrijf Petronas wordt het spannend, meent de Staatsoliedirecteur. Maar wat heel spannend is, is dat Petronas eigenlijk hun game hebben opgestept. Dus ze willen volgend jaar, denk ik, ik verwacht zelfs dat ze 3 bronnen gaan boren. Maar ze hebben zich gecommitteerd aan 2. Waarbij ze gaan kijken of ze met Roystonia, die ontdekking die zij hebben in blok 52, of ze nog meer olie kunnen vinden, zodat ze ook tot een productieontwikkeling kunnen komen. En dat zou betekenen dat we kunnen werken aan een tweede productieontwikkeling in de offshore. En als ik u zeg dat de ontwikkeling van Total in blok 58 al voldoende is om Suriname volledig uit de armoede te halen, dat begrijpt u, als we met Petronas erbij krijgen, dan zijn we helemaal oké. Onshore, op land, zal Staatsolie projecten uitvoeren die de productie rond 6 miljoen vaten per jaar moet behouden. Er zullen ook voorbereidingen worden getroffen voor het opvoeren van de opwekcapaciteit van de waterkrachtcentrale te Afobakka.